Welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag gaan we weer iets bakken. Een rabarbercake wordt het. Helemaal niet zo moeilijk, maar wel heel lekker. Hier zie je al wat het eindresultaat moet worden. De ingrediënten die ga ik jullie nu laten zien. Voor een rabarbercake heb je nodig 325 gram rabarber. Mijn rabarber is al gewassen en in kleine stukjes gesneden. Je hebt ook 125 gram zachte boter nodig, 125 gram suiker, 2 theelepels vanillesuiker, een snufje zout, 2 eieren, 125 gram meel, 40 gram zetmeel en dan een theelepeltje bakpoeder. Ik ga ook nog wat extra suiker gebruiken. Die ga ik rechtstreeks op mijn rabarber doen, om die wat zoeter te maken. En ik ga ervoor ongeveer 45 à 50 gram suiker voor gebruiken. Schud de rabarber even door elkaar. Dan kan de suiker zich goed verdelen over de verschillende stukjes. Dan gaat die even aan de kant en dan maken we het beslag. Neem eerst de suiker, doe die in een kom, doe daar dan de zachte boter bij en mix dat door elkaar. Daar gaan nog 2 eieren bij. Dan doe ik het meel erbij, ook het zetmeel. Nog het snufje zout, dan nog de theelepel bakpoeder. En de vanillesuiker. Ik ga de cake bakken in een bakblik. Die is ongeveer 20 of 30 centimeter groot. En die ga ik dan ook bekleden met bakpapier. Leg het bakpapier eerst over de vorm en doe dan het deeg rechtstreeks op. Ik heb het bakpapier nog wat bijgeknipt. Dan is het nu tijd om de rabarber te verdelen over het beslag. Ik strooi het gewoon zo over het beslag heen. Dan gaat de rabarbercake ongeveer 35 minuten de oven in op 180 graden stand boven- en onderwarmte. Dit is dan het resultaat. Ik heb de cake laten afkoelen. Dan ga ik er nu een stukje uitsnijden. En hier zie je dan een stukje van mijn rabarbercake. Nog een beetje slagroom erbij. Je kan er ook nog wat poedersuiker overheen doen. En dan is het tijd om te smullen natuurlijk. Ik hoop dat jullie het recept leuk vonden. Geef de video een thumbs up als dat het geval was en vergeet ook zeker niet de andere recepten op het kanaal te bekijken. Als je die leuk vindt, dan kan je abonneren op het kanaal, dan krijg je een berichtje zodra er iets nieuws online komt. En vergeet ook geen video's te delen met vrienden, dan kan je samen aan de slag veel leuker dan alleen. En dan tot volgende keer bij Doe Het Zelf Ideeën.